Goedemorgen, het is 9:30. Ik was natuurlijk al veel eerder wakker, omdat mijn kamergenootjes allemaal aan het inpakken zijn en dat soort dingen. Dat gebeurt toch altijd in een dorm. Ik was zelf wel vrij laat gaan slapen, ik denk om 2:30, omdat ik nog vlogs aan het editen was. En dat is voor mij zo verslavend, dan merk je ineens niet dat het 3 uur later is of zo. Maar goed, ik overleef het wel. Ik ga nu eventjes douchen, aankleden, ontbijten. Ik moet echt eventjes ook weer editen vandaag. Mijn vriend komt aanstaande vrijdag aan in Hongkong. En dan denk ik dat we ons even een paar dagen in de kamer opsluiten, bij wijze van spreken. Dus heb ik geen tijd om dat te doen en daar wil ik vandaag ook wel voor gebruiken. Misschien ga ik in de middag nog naar een kunstgalerij, maar dat weet ik niet zeker. Moet ik net even zin in hebben. Ik heb weer de pannenkoek besteld. Hij is gewoon te lekker. Ik moet gewoon nog een keer eten. Josh is er weer. Hey Josh. En de Franse jongen. Yeah. Hoe is het hier? Yes, Gerald. Hey, het is nu iets over 2. Ik heb sinds 11 uur zitten editen, maar ik ben blij dat het gewoon gedaan is. En dan kan ik straks, als ik in Hongkong ben, kan ik alles meteen uploaden. China is wat sociale media betreft echt... Oh, ik kan er gewoon niet tegen. Ik vind het een fantastisch land. Maar je hebt geen Instagram, je hebt geen Facebook, je hebt geen toegang tot diensten van Google, geen YouTube, geen Gmail. Ik zou hier alleen al om die reden niet kunnen wonen. Voor de rest vind ik het echt een fantastisch land. Daar wil ik zoveel mogelijk over weten. Maar dat sociale media blokken, oh, verschrikkelijk. Ik moet vanavond alweer uitchecken. En om 4 uur alweer de taxi naar het vliegveld pakken. Dat er geen bus of metro rijdt op dat tijdstip. Maar dan ga ik dus naar Shenzhen. Woehoe! Ik doe heel enthousiast nu, maar voor het geval je niet weet wat Shenzhen is. Het is een grensplaatsje vlakbij de grens met Hongkong. Daar kan je heel goed shoppen. Er hebben ze mooie dingen voor goede prijzen. Maar ze hebben er ook hele goedkope massagesalons. En dat klinkt misschien een beetje vies of whatever. Maar het is gewoon echt prima. En je betaalt dan bijvoorbeeld 35 euro voor 4 uur massage. En dan mag je nog 2 extra dingen uitkiezen. Bijvoorbeeld een gezichtsbehandeling en een voetmassage ofzo. Het is echt fantastisch. Ik ga er eigenlijk elke keer heen als ik naar Hongkong ga en toevallig vlieg ik nu ook daarheen. Dus ik ga daar de dag morgen doorbrengen. Oeh, Chinese kunstwerkjes. Dat is echt gewoon cult. Het is eigenlijk zo fout dat het eigenlijk alweer heel grappig is. Maar dit, ik snap niet hoe dit werkt. Zit er dan gewoon in het midden een soort van ding? Oh ja. Dus hij stroomt zeg maar zo van beneden naar boven. En dan gaat hij er van de buitenkant weer uit. Ziet er wel heel cool uit. Grappig. Oh yes, mijn eten is er. Het is weer hetzelfde als wat ik een paar dagen geleden at. Dus de pittige tofu en de aubergine en kousenband in pittige saus. Ik ga alles opeten. By the way, er was blijkbaar iets misgegaan bij mijn hostel. Want ik dacht dus dat ik alle nachten al betaald had. Maar we hadden allebei verkeerd gerekend. En ik zou nu dus nog 1 nacht moeten bijbetalen. Wat mij aan het denken heeft gezet, want ik zat ook met hun te bespreken van hoe laat ik morgenochtend naar het vliegveld moet, omdat ik om 7:30 mijn vliegtuig moet halen. En ik zou dus om 4 uur naar het vliegveld moeten, wat betekent dat ik echt op zijn laatst om 3:30, 3:30 moet opstaan. Dat is zo niet relaxed. Dus ik dacht, wat nou als ik gewoon zo meteen terug ga, alvast uitcheck, dan brengen ze me waarschijnlijk om 7:30 de rekening. Nou prima, dat vind ik ook wel logisch. Dan pak ik alvast mijn bagage, laat ik het daar even achter, ga ik misschien nog iets in de buurt doen. En dan ga ik vanavond alvast naar het vliegveld, daar inchecken en daar slapen. Dat is helemaal niet erg, je ziet hier hartstikke veel mensen op het vliegveld slapen. Maar dan ben ik daar gewoon alvast en dan heb ik veel meer slaap dan als ik in het hostel blijf slapen. Dus ik denk dat ik dat ga doen. Ik ga zo meteen terug naar mijn hostel en even checken wat de mogelijkheden zijn. En dat is zo'n rustigere optie dan dat ik om 3:30 s'nachts moet op gaan staan. Naar taxis zoeken, naar het vliegveld, helemaal kapot, heb je bijna niet geslapen. En dan zou ik morgen in Shenzhen eigenlijk best wel chagrijnig zijn. Slaaptekort is echt mijn zwakke plek. Dan ben ik echt zo ultra chagrijnig. Slaaptekort en honger. Dus dat ga ik doen. Oké, ik kan nu uitchecken en dan hoef ik maar voor 1/2 nacht te betalen. Woehoe, ik ga heel snel mijn backpacking pakken. Yay, het is gelukt. Ik ben uitgecheckt. Ik heb maar de helft van de prijs van 1 nacht hoeven te betalen. Woehoe. En ik ga nu heel eventjes chillen in een café, dat heet The Bookworm. Die is me aangeraden door vriendinnetje Claudia.
Voor het geval je het niet weet, zij werkt voor de app stay.com. Die kan je gewoon op je iPhone en volgens mij ook op Android downloaden. Deze app die verzamelt dus reisgidsen van locals. Dus ik heb nu bijvoorbeeld ook een gids gemaakt over Amsterdam. De lunch- en brunchplekken, mijn favoriete lunch- en brunchplekken. En dan kan je bijvoorbeeld in dat lijstje kijken. En als je daar iets leuks van vindt, dan kan je dat kiezen. En kan je dat toevoegen aan je eigen persoonlijke reisgids. Dus je kan op basis van aanbevelingen van locals, kan je gewoon je eigen reisgids samenstellen. Echt super vet. Ik heb hem al in Londen gebruikt, ik heb hem in Hongkong gebruikt. Ik heb hem in Seoul gebruikt en daardoor kom je toch op plekken die je normaliter niet zo snel zou ontdekken. Ik ga nu dus naar de Bookworm, aangeraden door Claudia. Even gewoon een paar uurtjes chillen en gewoon een theetje drinken, een boekje lezen. En straks ga ik dan naar het vliegveld om daar te overnachten. Hoe tof is dit? Een menukaart in de vorm van een krant. Super cool. Kijk. It's good to wine all the time. Gaaf. Oh, lekker. Een mocha. En ik ben in 80 dagen de wereld rond aan het lezen. Heel toepasselijk, want ze zijn nu op dit moment in Hongkong. Dit is trouwens echt heel tof om te zien. Terwijl de metro rijdt, zie je dus commercials op de muur buiten de metro. Kijk hoe cool. Ik hoop echt dat je het goed op beeld ziet. Ik heb tot nu toe geen nare dingen gelukkig met mannen meegemaakt ofzo. Ik hoorde echt de gekste verhalen over Tibetaanse mannen van Hanna, het Estlandse meisje waarmee ik in het park was. Maar je merkt wel, af en toe, heel sneaky, als iemand naast je zit in de metro, dat hun been tegen je been aankomt. En dan haal je je been dus weg en dan ineens gaan ze zo draaien dat hun been weer er tegenaan komt. En als dat zeg maar 3 keer gebeurt, dan denk je echt, wat ben jij aan het doen? Dus dan denk je echt zo, helemaal weg van die man. Totdat zij ook merken dat jij het ook door hebt en dan doen ze het meestal niet meer. Maar dat is het enige. Voor de rest ben ik gelukkig verzekerd met een veilige reis wat dat betreft. Nou, ik heb net gebeld met Care Bear Lazy S, die allemaal kleren en schoenen uit Nederland voor me mee gaat nemen om me in Hongkong weer een beetje normaal te kunnen kleden. Ik ben, zoals je ziet, weer helemaal bepakt en bezakt. Ik ga op weg naar het vliegveld om daar te slapen. Oh, en natuurlijk nog even doei zeggen tegen Panda. Oh, hij is zo klein. Oh, die gaat weer dukken. Oh. Yes. Oh. But it's like a panda, right? Yes. Bye, panda. Bye, fluffy panda. Yeah. Oh, I love him. Oh, he is so adorable. Oh. Bye, panda. Oh, I'm so happy you brought him. Ik was bijna vergeten om doei te zeggen tegen panda. Yeah. Oh, okay. Dan zou ik echt keihard balen gewoon. Ja. Yeah. Oh, schatje. Oh, mijn kleine panda. Kijk dan. Ik kan nog een dag zeggen tegen dit beestje. Ik wil hem meenemen. Poppy. Oh, ja. En zo fluffy. Hij is echt zo zacht. En heeft zo'n fluffy. Yes, it's fluffy, fluffy. Oh, maybe his name should be Fluffy Panda. Yes, or of course. Or are all pandas fluffy? Ja. Schatje, nou, ik moet echt gaan. Ja. Yeah. Dus ik draag mijn ogen, ze zorgen echt wel goed voor hem hier. Dus ik laat hem met heel veel liefde achter. En hopelijk, als ik misschien over heel veel jaar terugkom, hebben ze hier een hele grote panda die hier rondrent. Oh, er is iemand jaloers op panda. Ja, nu durft ze nog wel, maar wacht maar als hij straks groot is. De kat is helemaal gek op Carol, dus het meisje daar zo. Dus hij is nu vet jaloers dat... Die zou een beetje fight. Ja, je weet maar nooit als ze ruzie krijgen. Deze meiden zijn trouwens echt... Dit is Connie. Hi! Connie. I like you, Ivana. Yeah, so I like Connie so much. En dat is Carol. Yes, I'm gonna miss you too. Yeah. So much fun. And this is, what's your name? Maisie. Yeah. Nice to meet you. Yeah, you. I think the first night I came, you were here. Yeah, maybe. Last week. Yeah. Yeah. Echt zo, het is zo belangrijk als je bij een hostel logeert dat de staff zo friendly is. Dat weet je. Ah,
Oh, zo lieve meiden. Je hebt echt goed voor me gezorgd. Yes. Oké, ik moet nu echt gaan. Het is 11:30. Ik heb de bus naar het vliegveld gepakt. Ik heb hier lekker McDonald's gegeten. Ik kon niks beters vinden en niks mis met McDonald's af en toe. Ik heb ondertussen ook mijn gezicht schoongemaakt, mijn tanden gepoetst. Ik heb crème gesmeerd en ik ben eigenlijk wel helemaal klaar om hier lekker te gaan slapen. Ergens in het hele proces ben ik de sleuteltjes en mijn slotjes kwijtgeraakt. En ik was van plan om mijn grote backpack hieraan vast te ketenen, wat nu dus niet gaat. Gelukkig is China echt, ja, ik ben best wel verbaasd hoe veilig het hier is eigenlijk. Mensen laten gewoon hun spullen staan en iedereen let er ook gewoon wel op. Dus ja, ik vertrouw er maar gewoon op dat het wel allemaal goed komt. Ik ga slapen, ik ben echt zo moe. Dankjewel voor het kijken, welterusten en tot morgen.